Zondagmiddag wacht SC Heerenveen een lastige klus. In de Amsterdam Arena neemt de ploeg van Ron Jans het op tegen de huidige landskampioen Ajax. Met welk gevoel ga je nou zo'n wedstrijd tegen Ajax in? Met het gevoel van er valt wel wat te halen misschien? Nou kijk, ik zelf nu heb ik echt een goed gevoel omdat ik geloof in dit team. Zeker in, ja, in iedereen in feite. Maar we hebben toch speciaal bijzondere spelers vooraan. En ja, we zijn een goed team en ik denk dat we deze eerste thuiswedstrijd hebben laten zien. Alleen met een beetje pech hebben we gelijk gespeeld. Maar ik denk dat we absoluut voor onze kansen moeten gaan. Het is wel Ajax, hè? De regerend landskampioen. Ja, klopt. Maar ja. Ja, iedere wedstrijd staat op zich. En kijk, ik heb er al 2 keer of 3 keer gewonnen daar. Het is mogelijk. En ja, ik voor onze voorhoede moet zeker niet anders doen voor hun voorhoede. Dus het is gewoon een wedstrijd op zich. En ik hoop ja, als je dat kan winnen. Ja, dat is een van de wedstrijden van het jaar dus. Ruim 80 minuten hield Brian van den Bussen zijn doel schoon afgelopen zaterdag tegen NEC. Maar in de slotfase van de wedstrijd moest de Belg toch 2 tegentreffers incasseren. Nou, ik vond dat ik goed in de wedstrijd zat en ik had redelijk goed gekiept. Alleen ja, die tweede goal, ik kon die bal niet klemmen. Het is gewoon jammer dat waar ik die bal naartoe stuur, dat daar net de speler van Nek stond. En dat is gewoon jammer, maar ik zie het niet als een fout of zo. Maar al bij elk had wel een heel lekker gevoel over de wedstrijd. Alleen, ik heb al 2 dagen zitten balen van de 2-2. Toch, haal je uit zo'n wedstrijd wel vertrouwen voor zo'n volgende duel tegen Ajax? Ja, feiten wel, want ik bedoel, als je kijkt naar de wedstrijd, hebben we het al heel goed onder controle, vond ik, de eerste helft. Ja, de aanval van Nek hadden we goed onder controle en we speelden goed voetbal. En dan weten we dat we altijd kunnen rekenen op acties van Luciano en Osama om het verschil te maken. En dat deden ze ook. Alleen ja, we hebben gewoon een beetje we hebben met elkaar gezeten van deze week en gekeken naar de beelden en het mag zeker niet meer gebeuren. Victor Elm is er zondag gelukkig gewoon bij in de arena. De Zweed kreeg tegen NEC een rode kaart, maar wordt niet geschorst omdat de aanklager, na bestudering van de televisiebeelden, heeft beslist dat de rode kaart niet terecht was. Hebben jullie Ajax nog geanalyseerd, misschien ten aanzien van die wedstrijd tegen de Graafschap? Dat gaan we waarschijnlijk nog doen. De jongens zijn nu net terug van Interland, of de meeste. Daarom trainen we ook deze middag en ik denk dat er dadelijk nog beelden komen. En de training wordt er ook aan aangepast, denk ik, aan Ajax. En we zullen zien, hè. Het zal een mooie pot worden. Vorig seizoen was Ajax in de arena met 3-1 te sterk. Met name Mounir Elhamdoui was die woensdagavond op dreef en maakte 2 fantastische doelpunten. 1-0 probeert daar Suarez te raken. Elhamdoui! 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 Tja! Wat moet je dan nog zeggen? Die is er nu niet bij inderdaad, maar kijk, ik vind dat Mickey meer en meer in vorm komt bij Ajax, dus dat is ook een heel gevaarlijke speler. Dus, maar die ken ik, dus hij zal niet scoren.